Rokkasam, welkom bij livestreamers. Thank you. Als je kijkt naar je dromen van vroeger, heb je die volgens jou waargemaakt? Ja, ik weet niet of ik vroeger echt een hele grote dromer was, zeg maar. Wat waren die uh, periodes dan? Zeg maar, wanneer? Ja, ik, ik kreeg op een gegeven moment best wel een jonge kind. En toen verdien ik gewoon niet zo heel veel geld met, met muziek. En toen was wel zoiets van, oké, okay, ja, als het nu niet gaat lukken, dan moet ik wel gewoon... Ja, ik moet voor mijn kind gaan zorgen, dus dan moet ik wat anders gaan doen of zo. Het is heel gek, dus, oké, okay, als ik op, op, op straat loop, dan word ik altijd herkend, zeg maar. Maar ik heb gewoon bijna geen geld, zeg maar. Die is van jou, ja, hè? Ja. <laughs> dat is echt niet leuk. Ja, en ja, dat, is echt, ja, ja, ja. En dat is echt heel ja, pijnlijk, man. zeg maar. Ja, man. Het is gewoon, je weet gewoon niet hoe het gaat lopen. Zeg maar. ja, dat, dat ga je nooit weten. Alleen als je wel weet van het voelt goed om het, om het te doen. En dat wil je echt doen, dan moet je het gewoon doen. Welke dromen hoop je te laten lukken als ik je weer mag in te vullen? Binnen vijf jaar is uitverkopen. En een nummer in album. Yes, we zijn weer back. Het is live en Benjamin Conté. Ik zat aan al die seizoenen te denken hoe we eigenlijk in de Adamtoren begonnen. En dat we eigenlijk stap voor stap zijn gegroeid met jou. Als je voor het eerste keer hier bent, het is een platform om je dromen uit te spreken en te delen met de wereld. En als je al, al eerdere afleveringen hebt gezien, welkom terug en we zijn er nog steeds. Het is het nieuwe seizoen, dus we hebben weer een toffe gast in de building. Bokkensam, yes. welkom bij livestreamers. Thank you. Ik vertel de gasten altijd waarom ik uh, waarom ik ze eigenlijk heb uitgenodigd en waarom ik vind dat jij een livestreamer bent. Oké. Okay. Dus ik heb bij Funs Gedeuntjes gewerkt. Daarvoor was ik bekend met je, sowieso. Ja. Alleen ik besefte pas wanneer je heel lang gaat kijken en echt gaat dieken in iemands geschiedenis, mm -hmm. omdat je gaat hier zitten. Bro, wow, je hebt eigenlijk best wel geschiedenis achtergelaten gewoon in de muziekgame. Ik en hoop het. Dat is voor mij, is dat gewoon livestreamerwaardig. Uh, met daarbij, kijk hoe ik de muziekindustrie zie, met de artiesten, zijn best wel alfa mannen, zeg maar. Mm -hmm. En ik vind dat jij ook anders durft te zijn. Opeens komt, komt gewoon een heel met nagelak. zeg maar. <laughs> L -l -l -l. <laughs> zeg maar dat, dat... Ja, shout-out naar jou. Thank maar. you. Kan je kan je hierin vinden? Um, jawel. Ja, ik probeer altijd wel... Nou, prob ik vind het gewoon zelf niet um, leuk of tof om dingen te doen... die al veel gedaan worden of zo. Mm -hmm. Dus ik probeer wel altijd... Um, Iets te doen of te bedenken van oké, okay, dat is echt mijn ding. Ja. En misschien wel met invloeden van bepaalde andere dingen, maar wel dat ik. Um, ik heb vaak het. Als ik denk mijn blessing en curse, is dat ik gewoon, als ik zie dat heel veel mensen die kant op opgaan, dan wil ik heel graag juist die andere kant op gaan. Yeah, zeg maar. yeah, yeah. Is dat altijd zo geweest? Of uh, niet altijd zo. Um, maar ik denk dat um, als je in je leven vaker die keuzes maakt, en je ziet dat het ook gewaardeerd wordt, dan durf je dat wel meer te doen of zo zeg maar. Ik denk dat ja, ja, ja. je jong bent, dat het toch wel is, wel eng is om, om anders te zijn. Ja man. Um, en dat blijft ja. altijd wel eng. Maar als je ziet uh, dat je doet en dat je bijvoorbeeld bepaalde reacties van mensen krijgt, uh, dat mensen juist heel tof vinden dat je dan wat anders doet, mm -hmm. dan um, ja, dan durf je de volgende keer denk ik wel makkelijker te doen. Ja. Want hoe was dat voor jou dan? Want... Ik heb ook zelfs een situatie geschreven dan weer wel rechts gaan. Ja. Maar je weet, als je die rechts gaat, komt kritiek, oh. komt, ja. komt judgment. Ja. Eigenlijk, dat is het ja. verhaal, zeg maar. Dus uh, hoe was dat voor jou dat jij uiteindelijk toch hebt besloten om gewoon uh, jezelf te zijn door misschien een beetje anders te zijn? Zeg maar? um, nou, het begon toen ik echt net muziek begon te maken. Mm -hmm. toen, uh, toen was het eigenlijk meer als een grap. Dus het was, zeg maar, niet serieus. Yeah, yeah. Um, alleen, en het was iets heel anders wat, wat veel mensen deden en um, ja, gewoon die reactie. dus Ik, ik, ik kreeg negatieve reacties ook wel, mm -hmm. maar ook best wel veel uh, positieve reacties. En ja. um, die positieve reacties die uh, deden me gewoon veel meer en die waren me gewoon veel meer waard. Ja. Uh, en daardoor besef je van oké, okay, wat ik nu doe is misschien voor een bepaalde groep mensen die dat, die dat niet durft. En nu zien ze dat ik het doe en dat is misschien dan ook weer... Uh, dan hebben ze een soort van stem of iemand die dat deelt wel de gezondheid. Yeah. En, um, <laughs> en, um, maar het, het was wel, wel eng. Yeah. Um, en ik weet dat het vroeger ook wel al was... als je jonger bent met de kledingstijl of zo... Mm -hmm. dat je bepaalde kleding, kleding wilde dragen of zo. Ik weet nog wel dat toen een tijdje opeens um, dat ik X wilde dragen. Dat ik op school kwam en dat uh, iedereen daar heel erg... Ja, uh, ja gewoon... Een bepaalde mening over had en, ja. en ze het voor heel judgment over had, en dat ik het toen dacht: van oké, okay, misschien moet ik ze dan niet meer naar school dragen. Zeg maar. Ja, toch? Ja, ja dat. Ja. En, maar dat kan echt feier zijn. Ja, dat, dus is, man... dat, is, dat is dan kut, want je denkt zelf: oké, okay, ik vind het heel tof, ja. maar dan toch wat andere mensen dat niet vinden en je toch wel heel veel waarde hecht aan wat andere mensen ja. vinden of zo. Alleen als je dan wat ouder wordt en je merkt dus dat, dat, dat er meer van die last soort mensen zijn, of je ziet gewoon: van... oké, okay, het kan ook en het heeft een. Het heeft gewoon zeg maar een, uh, Het is belangrijker voor mij om uiteindelijk te zijn wie ik wil zijn en ja, mensen hebben Ik denk dat mensen altijd wel een beeld van mij hebben dat ik altijd geen valk geef om niks of zelf om, om, om niemand's mening, maar dat is niet waar. Ik geef dus wel. Oh, zeg maar, wel het, iets. Het, het, het <laughs> doet me wel wat, zeg maar. Ja, ja, ja. als iemand iets niet tof vindt of wat Tuurlijk, je denkt wel van ah shit. Je wilt het liefst dat iedereen iets tof vindt, maar ja, dat, dat, dat bestaat gewoon niet, zeg maar. Ja. ja, ja. Het is ook, wat ik, wat ik bij mezelf ook heel erg heb gemerkt, is van... Aan het begin is het inderdaad eng. Maar op het moment dat je het die eerste keer toch gewoon doet, ja. zeg maar. Ja. Uiteindelijk zie je dat er zijn Er zijn een paar die zeggen van, hé, hey, is hard, man. Ja, precies. Ja. En, en op ja. een gegeven moment zie je hoe vaak je het elke keer doet. Ja. Ja, dat die, die tafels gaan draaien, zeg maar. Ja. Dat mensen opeens ja. het hard vinden dat jij het wel durft. En eigenlijk... Precies, precies. Dus, en, en dan, dan zeg maar, als dus die reacties die... Ja, die die hebben veel meer waarde dan voor je. Of zo. Ja, toch? Dus ik denk ik. Oh ja, ja die vindt het wel tof, zeg maar. Ja, ja, ja. Uiteindelijk hebben we het ook over dromen hier. Ja. Um, als je kijkt naar je dromen van vroeger, mm -hmm. je die volgens jou waargemaakt? Ja, ik weet niet of ik vroeger echt een hele grote dromer was, zeg maar. Mm -hmm. um, alleen, ik wilde gewoon heel graag um, gewoon muziek, hebben, muziek maken als, als, als job, zeg maar. Yeah. En dat, dat, is, dat is gelukt. Dus daar, daar ben ik heel, uh, heel blij mee. Want als je geen dromer was, zeg maar, hoe zag het er dan uit? Deed je gewoon je ding? Of ik deed wat? gewoon mijn ding. Ik had niet per se ja. dat ik echt dacht van, oh, dit wil ik heel graag bereiken. Of dit, of bla, bla. Op een gegeven moment was het gewoon, ik heb muziek gevonden. En dacht van, oké, okay, daar wil ik echt een living van maken, zeg maar. En dat wil ja, ja, ja. ik heel graag doen. Um, en daar ben ik gewoon heel, ik vind dat gewoon heel erg. Ik denk dat, ik heb nog niet zeker nog niet alles behaald wat ik wil behalen nu, zeg maar. In mijn carrière of whatever, dat is nog mm -hmm. zeker niet. Uh, alleen, ik ben wel altijd wel heel erg besef ik me wel erg dat het echt een blessing is dat ik hier dat ik zeg maar dit kan doen yeah. um, en dat ik hier gewoon uh, van kan leven zeg maar dat yeah, vind ik yeah. wel uh, soms als ik dan gewoon thuis zit ik denk over oh, na vind ik dat wel, eigenlijk gewoon crazy dat dat kan zeg maar schek dan hè? Ja. zeg maar iets ja. wat je tien jaar, want je bent er al lang ja. tien jaar of, ja. of meer, dan ja. Dan waarschijnlijk. Of ja, ik heb tien... nu denk ik twaalf jaar of zo. Ja. En dan na, na, na tien jaar was het echt een beetje soort van de eerste zo van tracks die een beetje yeah. gewoon te spelen. En zelfs toen was het ook gewoon veel moeilijker ja, om zeg maar uh, echt geld ermee te verdienen. En ik heb mm -hmm. ook best wel periodes gehad. Dat ik dacht van oké, okay, ja, misschien gaat dit niet lukken. Mm -hmm. um, alleen. Wat waren die uh, periodes dan? Zeg maar wanneer? Um, ja, ik, ik kreeg op een gegeven moment als een jonge kind. Um, en toen verdien ik gewoon niet zo heel veel geld met, met muziek. En toen was het wel zoiets van: oké, okay, ja, als het nu niet gaat lukken, dan moet ik wel gewoon. Ja, ik moet voor mijn kind gaan zorgen, dus dan moet ik wat anders gaan doen of zo. Ja, ja, ja. Wat ik niet wilde. Um, Want wat was die fase in muziek dan? Zeg maar, was jouw popping, maar verdien ja, je, je gewoon niet? Of? Het was zeg maar, ik was gewoon locally popping of zo, of zeg maar, laten we zeggen underground. Zeg ja, maar. ja, ja. ja. En, If you en, know, you know. Sorry. Ja, precies. Ja, En, en ja. ik had wel bepaalde tracks, en een en een bars was uit. En volgens nou, mij was toen. Het was net iets voor. Ja, het was een beetje rond nieuw daarvoor of zo. Of net rond die tijd een beetje. Um, dus dan ben je wel, zeg maar. Het is heel gek, elke dus, okay, keer als ik op, op straat loop, dan word ik altijd herkend, zeg maar. Maar ik heb gewoon bijna geen geld, zeg maar. Die is van, jou ja, hè? Ja. <laughs> dat is echt niet leuk. Ja, en, ja, dat, is echt, ja, ja. en dat is echt heel ja, pijnlijk, man. zeg maar. Ja, man. Um, omdat mensen dat wel van je denken dan. Ja, 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 want mensen ja. weten niet hoe het, hoe, hoe het gaat, zeg maar. Dus. Ja. Um, en dan ben je ook weer op een soort van level wat je denkt van oké okay, ja maar ik kan niet, dus ook niet bij een Albertijn gaan werken of zo want yeah. ja, dan, 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 dan gaat dan iedereen, dit, nog gaat gaat iedereen zeggen dan van uh, boekesommer ik bijvoorbeeld, ja, 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 ja. dus um, en toen had ik gewoon zoiets van oké okay, ik moet nu gewoon alles op alles zetten en ja gewoon ik wil als ik dit echt wil doen moet ik dit nu echt gaan doen mm -hmm. um, en ik kwam nog wel ja ik kwam gewoon mo moeilijk rond zeg maar ik ik woonde bij de moeder van uh, ja, bij de oma van mijn kleine, zeg maar. Mm -hmm. uh, en ja, het was waar met. Uh, het was een weet ik veel, drie-kamerwoning, daar met zes mensen of zo, zeg maar. Het was echt niet. Uh, ja, van nee, haar familie? Ja. Het was niet te doen, zeg maar. Ja. Eigenlijk. Want wat was die. Of zeg maar, wat was de reden dat je bij haar ging wonen dan? niet um, thuis. Zeg maar. Ja, ik, het was afweging of, of, om bij mijn moeder, zeg maar, te wonen of daar. En toen kozen we voor daar. En toen was mijn thuis-situatie thuis daarvoor. Het is zeg maar daarna beter geworden, maar daarvoor was mijn thuis-situatie ook een beetje slecht. Van, uit huis gezet worden en bla bla. bla mm -hmm. maar dus, dus dat eigenlijk. Voor veel mensen is, uh, wat je zei net, van ik had niet per se echt een, uh, niet per se een doel, maar je deed gewoon je ding. Ja. Toe. En toen kwam muziek en toen ja. zei van: hier ga ik voor. Ja, dan. nou tenminste, het was, in het begin was het nog wel echt als een grap. Ja, toen ja, ja, ja. Was, zeg maar echt, toen, ik denk dat toen ik die kleine kreeg, zeg maar, ik wel dacht van: oké. Okay, ja. Dus ik moet nu wel echt hiervan kunnen leven. Mm -hmm. moet, ik, toch, moet ik hier door mee, gaan, zeg maar, mee willen gaan, dan moet ik hier wel van kunnen leven. Ja. Of ik moet iets erbij zoeken, maar dat, dat wilde ik eigenlijk niet. Uh, dus toen dacht ik, van oké, okay, nu moet ik gewoon alles op alles zetten... Dat, dat dit gewoon gaat lukken, zeg maar. Ja. In die situatie dat je net beschreef, zeg maar, dat dingen gewoon... Eigenlijk gaat het gewoon niet zoals je wilt. En nee. is gewoon die hele situatie ja. is gewoon fijn. Ja. zeg maar. Was dan die muziek, zeg maar, een soort uitweg voor je of zeg maar het lichtpuntje van oké okay, dit kan ik gelukkig wel ja, laten ja het was zeg maar gewoon. van uh, de jongens met wie ik muziek maakte omheen we zaten allemaal een beetje in hetzelfde, hetzelfde dingetje yeah. niemand had echt heel veel geld en alleen we vonden het wel altijd gewoon heel leuk om naar de studio te gaan en daar wilden we het liefst gewoon altijd zijn zeg maar mm -hmm. dus het was gewoon van ja daar zoveel mogelijk zijn gewoon muziek maken uh, en dat was ook gewoon het liefst wat ik wat ik deed zeg maar dus dat was wel ik haalde daar wel echt mijn krachten uit en daarom dacht ik ook van oké okay, dit moet dit moet echt gaan lukken, want ik word hier zo gelukkig van. Zeg ja, maar. van ja, het zou echt heel fijn zijn. Als ik iets, opeens iets heel anders zou moeten doen. Zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Alleen die, die, ik herken het met deze podcast ja. trouwens ook. Dan aan het begin doe je het gewoon omdat je het leuk vindt. Ja. Je weet soms niet eens hoe je die money gaat maken. Nee, nee precies. Ja, dat dat al... is, het, zeg maar, je doet het ook niet voor de money in eerste instantie. Ja, 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 ja. Maar uiteindelijk ja, ja, ja. moet je het wel. En ja, wat, wat uit kunnen halen, wil je zo kunnen leven, zeg maar, en altijd ja. kunnen doen. Zeg maar. Dus dat is zeg maar gaandeweg wordt. Ja, geld toch. Het niet het belangrijkste, maar het wordt toch wel belangrijk. Je, je, je moet ermee ja. dienen, man. Ja. Of je het nou wilt of niet. Ja. Zelfs terwijl je weet dat daar misschien niet je enjoyment zit... ja precies. is het toch wel een groot onderdeel om die ja. enjoyment te krijgen, zeg maar. Ja, het is ook gewoon van op een gegeven moment... je, je wilt gewoon geld hebben en zo, zeg maar. Maar eigenlijk vind ik geld gewoon, zeg maar, het verpest veel, zeg maar. Ja, man. Als je op een gegeven moment besluit, je zei je net van... oké okay, je komt op het punt dat je denkt van joh, als ik dit nu echt wil doen, moet ik het serieus gaan nemen, moet ja. ik misschien bepaalde situaties skippen, weet ik niet. Um, was dat ook toen New Wave zeg maar, kwam? Of zat daar nog een heel... Uh, tijd het was, nog daarvoor. Het was een beetje na New Wave, denk ik. Um, oh, dus die situatie net hebben we New Wave al gehad, zeg maar. Um, nou De situatie was net voor New Wave en toen kwam New Wave en toen na New Wave... Ja, het was een beetje na New Wave eigenlijk, maar toen... Um, ik kreeg heel veel mensen al heel veel optredens daardoor. En ik niet per se echt, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat was uh, een, lastig. dat, dat vond ik een lastige situatie. Zeg maar ja, ik dacht, oké, okay, ja, ja. nu gaat het gebeuren. En het gebeurde niet, zeg maar. Ja. Ja. Hoe ging je daarmee om dan? Ja. Um, ja ik ben altijd wel zo van, best wel een optimist geweest. Dat wel. Alleen het is wel, in moment is het wel moeilijk, zeg maar. Ja, om, om andere mensen heel hard te zien gaan. En jij wat minder. Ja. toen je denkt van, ey, ik werk hier ook heel hard voor. En nou, ja, maar toch? alleen heb ik gewoon altijd gezien van, oké, okay, ja. Ik weet ook dat... Het ligt gewoon ook aan mezelf, zeg maar. Het ligt gewoon altijd aan mezelf, want ik maak bepaalde keuzes. En ik weet ook heus wel dat misschien bepaalde dingen wat ik doe niet per se het populairste is of, 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 het, of het beste is of zo. Maar ik wil wel die pad... Ja, ja, ik wil, pad ja, ik wil dat pad yeah. wil ik bewandelen, zeg yeah. maar. Yeah. Um, en ja, dat, dat, dat gaat niet altijd makkelijk of dat gaat niet altijd zijn als hoe je het wil. En ja, je kan er wel even gewoon avonden van wakker liggen af en toe, maar yeah. uh, het is nooit, ik uh, heel erg door een diep dal ben gegaan daardoor ofzo. Ja, yeah, want zeg maar, ik vind, ik ben ook optimist, natuurlijk, ja. dingen kunnen gewoon vrij gaan en zo, ja. maar ik vind, los van het feit, en dit is gewoon hoe ik het vind, los van het feit dat je optimistisch bent of ik zeg, dat, kan die situatie nog steeds gewoon kut zijn. Ja, zeg maar, precies. Yeah. En het is gewoon, ik, ik, heb, ik heb wel momenten gehad dat ik het yeah, zwaar heb yeah. gehad, dat sowieso, yeah. alleen het heeft nooit zodanige impact hebben. Zeg impact. Maar. Nee, dat, ja, dat ik ja, gewoon ja. helemaal niets meer kan doen of wel ja. zeg Maar ik heb wel gewoon momenten zwaar, zwaar, zwaar gehad. En um, alleen heb ik dan op het einde van de dag heb ik dan toch wel iets van oké, okay, ja, we moeten gewoon ervoor gaan. Zeg maar. ja, ja. Dat, heb ik, dat heb ik wel gewoon. Uh, ja, van huis hebt geleerd of zo dat je gewoon ja. moet gaan, zeg maar. Is gek, ik schrik dat zeg maar, zulke situaties die je, die je dan net hebt gehad, ja. testen ook soort van je geduld, toch? Ja, zeker. Want, want je ziet zeker, dat ja. anderen vliegen. Ja. En, Precies, uh, en dan is het meer van: yeah. oké, okay, je ga je niet opgeven, en dan. Yeah. You never know what could happen, zeg maar. Ja, toch? Of ga je gewoon door en we zien wel, zeg maar. Yeah. Dat. Uh, het, is, het is gewoon een. Uh, het is gewoon, je weet gewoon niet hoe het gaat lopen, zeg maar. Mm. Dat, dat ga je nooit weten. Alleen als je wel weet van: het voelt goed om het, om het te doen, en dat wil je echt doen, dan moet je het gewoon doen. Yeah, yeah, yeah. En ja, je, misschien pakt het goed uit, misschien niet. Yeah. Misschien minder goed, ja. Ik heb soms wel eens. Zoals dat ik uh, als ik niet weet hoe het loopt, nou, dan kan het me best wel zenuwachtig maken, toch? Want mm -hmm. dan komen die gedachten van: ja. gaat het wel goed komen? Ja. Het gaat, dan komen soms gewoon die onzekerheden eigenlijk. Ja, ja zeker. En uh, negen van de tien keer pakt het eigenlijk wel altijd goed uit. Ja. Want als je toch die droom achterna gaat, ja. zeg maar, either way, gaat het komen, zeg maar. Ja, zeker. Alleen je weet nooit de timing ervan, nee. zeg maar. Nee. Maar uh, wat was volgens jou, denk je, de reden dat? Ik weet niet welke artiesten gingen wel lekker en welke niet. Of weet je dat niet precies? Uh, um, ja, bijvoorbeeld, wil ik gewoon ronnie verkleinen of zo. Yeah, maar, okay. uh, wat, ja. wat was voor jou, denk je, de reden dat hun wel echt, echt vlogen en dat jij nog misschien. Uh, um, ik denk gewoon de muziek die ze maken, de soort muziek. Yeah. Dat denk ik. Um, ja, ze waren gewoon populairder dan ik was, zeg maar. Dat is ook Dat. En dat. Dat snap, ik, dat snap ik ook wel heel goed. Mm het -hmm. is wel chiller chillere gedachte dan. Dat je weet dat het zeg maar, niet aan jezelf ligt dan. Uh, of, of zie ik dat verkeerd? Ja, nou, het ligt misschien wel weer aan jezelf, zeg maar, denk ik soms. Zeg maar. Want het is, je had, als ik misschien andere keuzes had gemaakt... of andere dingen had gedaan, dan had het wel gekund, zeg maar. Maar niet per se ja. dat het erg is, dat het mijn eigen schuld is. Zeg maar. Ik wil het niet, zo, ja, okay. zeg maar. Snap ja, ja, ja. Je, dus dus maar dan is het wel ergens je eigen schuld, vind ik ja omdat zeg maar, jij hebt die keuze gemaakt en het is maar mijn engel ik is, vind sowieso altijd alles is gewoon je eigen schuld ja ja altijd maar dat is best wel harde mensen zeg maar best wel harde mentaliteit het is goed om altijd naar jezelf te ja. kijken en kijken waar heb jij je bijdrage in ja. gedaan maar niet alles is je eigen schuld hoor. ja ja toch weer wel of zo vind ik ik denk gewoon van het heeft gewoon geen zin om andere mensen de schuld te geven of andere dingen of dingen in de wereld de schuld te geven zeg maar ja. daar. Dat heb ik wel gedaan, maar je schiet er gewoon niks meer op, zeg maar. Want je, hebt, je kan alleen naar jezelf kijken, zeg maar. Je eigen keuzes en je eigen beslissingen of, of whatever, zeg maar. Daar, daar heb je zelf wat aan, zeg maar. Je hebt er niks aan om naar andere mensen te kijken. Ja, man. In de zin van gewoon je kan kijken wat had ik beter kunnen doen in deze situatie. Ja, zeg maar. of misschien of zeg maar iemand zelf iemand heeft jou genakt of zo. Oké, okay, ja, ik had diegene nooit moeten vertrouwen, zeg maar. Dat is voor ja, 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 eigen schuld, zeg maar. Ja, ja, ik hoor je dus wel. dat je gewoon ja, zulke ja. shit of zo, zeg maar. Eerst maak je uh, muziek voor de, voor de fun, toch? Ja. Uh, ja. Ik weet wel dat vroeger was er althans van verhalen die ik altijd hoor: dat er geen money was, dat nee. soort dingen. De, bap, bap. Ja. Dus je komt eigenlijk als jonge guy die niet zoveel weet over de muziekindustrie. Niks weet. Nee. nee. Kom, je, kom je daarin, zeg maar. Ja. Uh, hoe was dat en welke lessen heb je daaruit geleerd, zeg maar? Het is zeg maar, voor als je er jong in komt, dan besef je niet dat het gewoon een soort van een heel zakelijk ding is en een nee. business is, zeg maar. Dat, dat, dat leer je. Onderweg. En dat vond ik wel soms lastig. Ja. Omdat je, vond je er lastig aan? Nou, omdat Omdat je iets doet omdat het je passie is, zeg maar. En dan wordt het opeens een business. Ja. En dan komen er opeens heel veel dingen bij kijken die minder leuk zijn. Terwijl je bent gaan doen, omdat je, omdat je het heel leuk vindt. Zeg ja, ja. Maar. Eigenlijk komt er heel veel bij kijken wat minder leuk is. Ja, ja. Voor de mensen die nu nog in die fun part zitten, ja. wat, wat komt er bij kijken? Ja, of wat kan erbij komen kijken? Ja, het is gewoon. Het, het, het is gewoon zoveel. Dus ik wel van de contract naar de plaatsmaatschappij naar management, ja. publishing, uh, t, Producties. productie, ja. maar ook gewoon de druk op je als artiest zijnde, wat je weer moet leveren. Ja. Um, in de spotlight staan is ook kan ook vervelend zijn. Mm -hmm. um, en dat, dat weet je van tevoren natuurlijk niet, omdat je alleen de soort van de mooie dingen ziet. Ja. Um, en ook, moet je zeggen, mensen die nu nog van hebben, zeg maar ik heb er nu ook nog steeds van met muziek maken. Ja, zeg maar. ja oké, okay, ja, ja. Dus het, het blijft altijd van om muziek te maken. Ja. Maar ik denk dat artiest het liefst eigenlijk gewoon optreden in een studio zitten, optreden in een studio zitten, optreden in studio zitten en that's it, zeg maar. Ja, ja, ja. En dat, dat is het dus niet, zeg maar. Ik er gewoon heel veel bij kijken. En het is gewoon belangrijk om uh, ja, om, om het is heel belangrijk om gewoon een goed team om je heen te hebben en mensen die je gewoon kan vertrouwen. Alleen dat is gewoon uh, ook moeilijk om. Uh, om die mensen te vinden en nu heb bij te je, houden. Heb je, heb je nu een goed team? Ja, vind ik wel. Hoe, ja. hoe is dat gelukt? Um, Shout nou, Odi. Shout Rodi, <laughs> ja. Ik zou zeggen: nee. Het is gewoon: um, ik zat eerst bij een ander management en daar was ik gewoon niet tevreden. Ik ga het naam niet noemen. Maar uh, uh, en toen op een gegeven moment leerde ik gewoon met, uh, ja ik, ik leerde Rodi gewoon kennen en we spraken en we zaten gewoon best wel op één lijn. En toen um, ging ik het gewoon proberen, dus nog niet echt op mijn contract, maar gewoon proberen van oké okay, laten we gewoon checken hoe het, hoe, hoe, hoe het voelt en hoe goed het voelt. En ik was toen ook nog wel zelf wat roekelozer. Um, en ja, het, met hem, hij kan me gewoon eerlijk om mijn dingen aanwijzen zeg maar en ik kan het ook van hem aannemen en ja. andersom ook. en Um, en ik heb gewoon gezien dat hij het echt met goede bedoelingen doet. Ja. Dus, uh, dus ja, maar dat, 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 dat heb je niet altijd. Daar heb ik gewoon geluk mee dat ik het heb gevonden. Ja. Alleen. Um, heb je ook situaties gehad, en je hoeft dus geen namen nee. te noemen, dat je. Uh, dat je geen geluk hebt gehad? Um, ja, denk ik wel. Ja, jawel. Dat je ja. gewoon niet een prioriteit bent voor. Uh, het bedrijf of zo, zeg maar. Okay. Dus dus dat tenminste, voor gewoon... mijn gevoel, dan zo, dat dan zo. Ja. Um, maar dan weer, ja. Echt schot. Dan heb je je team toch? Ja. En je zei net, vind ik persoonlijk best wel mooi, van we, je probeerde gewoon met Rodi. Ja. En ik merk dat dat voor mij ook. Ja. Dat werkt perfect, man. Ja, dat mag. Ja. Je, want je kan gewoon nog checken van, oké, okay, is dit het wel? En je kan ja. ook nog een beetje kijken van, vertrouw ik je ook gewoon? Zeg ja, precies. <laughs> en zeg maar van. Um... Ik wil altijd mijn ge gevoel volgen, zeg maar. Ja, 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 ja. Alleen. Mensen zeggen altijd. dat... Of tenminste, veel mensen zeggen altijd dat je gevoel je niet in de steek laat, maar dat, ja, ja. dat doet het wel, zeg maar. Of, Op zo'n moment? Nee, gewoon, gewoon in live, zeg maar. Dus, dus dan wil ik mijn gevoel volgen. Maar dan weet ik niet van: oké, okay, ja, is het nu wel. Je ja, moet al je gevoel van. Ik heb vaak genoeg het gevoel van: ik moet dit doen, terwijl. En dan moest ik het echt niet doen. Oh zeg maar. ja, ja, ja. ja, ja zeg maar, dat ja. is ook wel weer lastig, zeg maar. Van, uh, ja, iets kan goed voelen, maar dan is het niet goed. Ja, zo. maar ik heb wel het idee dat dat. Is dat niet in business zo, zeg maar? Dat je soms eigenlijk ook je mind moet gebruiken van en dat je gevoel eigenlijk moet skippen? Ja, maar het kan ook met vriendschappen zijn of zo, toch? Of, of whatever. Kan je ook een goed gevoel bij iemand hebben en dan toch niet. Ja, maar is het is toch het... niet. Heeft iemand je gemaakt of zo, zeg maar? Dat, uh... Ja, oké. Okay. Maar. Heb je dan niet zoiets in vriendschappen dat het altijd gevoel moet zijn? zeg maar? Kijk, heel eerlijk in business. Ja, het moet, het moet wel gevoel zijn, maar ik ja. betekent niet dat het, dat het gevoel je in de steek kan laten. Ja, ja, op vrienden. een gegeven moment als, het, als het, het gevoel er niet meer is en je weet van oké, okay, iemand heeft me wat geflikkerd, dan oké, okay, dan niet meer zeg maar. Ja, ja, ja. En ik denk ook wel dat um, ik vroeger meer iemand was die heel veel vrienden wilde hebben. En, uh, wel, ja, ja, heel veel. Soort van. En ik daar heel veel als je nu heel lang met jou of een tijdje, een periode heel intensief met jou bent, dan schakel je meteen als een hele goede vriend. Ja, ja, ja. Terwijl het helemaal niet hoeft, zeg maar. Hoe heet het? Er zijn best wel veel beginnende artiesten of gewoon, gewoon überhaupt mensen die misschien nu naar jou kijken en die denken juist al van die live is, is super nice als artiest zijn er toch? Mm. Want die zien de, de live shows, de studiosessies. Ja. Maar die dingen die je net hebt beschreven, zeg maar, ja. is niet wat ze 1, 2, 3 zien, zeg maar. Nee. Ja, ik denk wel dat je gewoon sowieso... Uh heel erg stressbestendig moet zijn of zo zeg ja, maar. Op ja. momenten kan ik ook wel heel, heel erg stressen, maar dan, dan is het ook weer klaar zeg Want Ik kan even thuis even zitten helemaal. Yeah. Um, maar het is niet... Uh, ja. ik, ik denk dat je... Je moet er wel tegen kunnen. Ja, maar... Tegen bepaalde stress en bepaalde druk zeg maar. Dat... dat uh, ik denk dat ik het wel... kan, maar ik heb ook wel momenten dat het ook wel even wat minder gaat zeg maar. En dat ik ook wel uh, yeah. denk van, oh, wat is dit allemaal? Weet je, wat, weet je wat ik had, zeg maar, met, met dit en zo? Ik heb sommige dingen veel te erg geromantiseerd. In de zin van, eerst heb je je droom toch? Dus ja. je denkt van, oké, okay, ja, maar als ik de grootste artiesten, mensen ja. gewoon van Nederland of, of uh, internationaal kan interviewen. Let's kill it, man. Ja. Niet wetende wat er allemaal bij komt kijken ja. als je dus besluit om het zelf te doen. En op een gegeven moment zit je erin en dan, wat jij net zei, van dan komen al die dingen erbij, zeg maar. Dat je <klaar> gewoon soms op bed ligt en ja. gewoon stress. En dat je denkt van. Hoe gaan we dit laten lukken dan? Ja, en, ja precies. En die, die situaties kunnen... Ja. Ik heb me echt, er zijn echt situaties geweest dat ik dacht van oké, okay, maar, ja, maar... Wat het, doe het, ik dit nog, zeg precies, maar? Precies, het is ook met, um, met je carrière bijvoorbeeld. Want je kan nu bijvoorbeeld um, een plaat uitbrengen wat het heel goed doet. Mm -hmm. En daarna een plaat uitbrengen wat het niet zo goed doet. Ja, en dan... Zeg maar dat... dat, dat ja, wat doe je dan? Dat hurts, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Terwijl het is niet erg. Mm -hmm. Maar in het moment, ja, dan ga je wel echt stressen van oké, okay, ja... Heb ik het nog wel? Gaat het wel goed komen? Zijn de mensen maar me niet zat? Ja, 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 ja. Weet je toch, dat zijn wel... Uh, ja. Van die momenten waar je dan wel doorheen moet. Ja. En, gewoon, en gewoon door moet, zeg maar. Ja. Ik denk ook als je in een creatieve sector zit... dan heb je heel vaak deze vragen van... moet ik dit wel doen? Wat als, als dit niet goed gaat? Ja. Toch, gewoon dat er best wel veel... Tuurlijk, als het lukt, dan ja. is het allemaal leuk. Is het allemaal gek en zo. Maar ja. het lukt misschien wel vaker niet. Ja, dan wel, ja, zeg maar. Ja, zeker. En denk dat ook wel per artiest natuurlijk anders is. Ja, tuurlijk. Ja. Um, en natuurlijk is het ook maar. Want als je bijvoorbeeld nu iets heel... heel een, een track hebt die het heel goed doet, bijvoorbeeld. Dan is dat ook meteen je maatstaaf zeg maar. Dus als je track daarna het eigenlijk best wel oké okay doet. Of mm -hmm. doet gewoon goed. Misschien weer voor andere mensen, maar voor jou denk je weer van... Ah, shit. Ja, 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 Ik heb niet ja, ja. zoveel streams gehaald Of het heeft niet dit. Uh, dus, dan, yeah. dus dan... als je ook... Je, Zeg maar, je hoogtepunten die verpest ook weer andere, andere lagen. Zeg ja. maar. Ja. Andere artiesten gingen hard. Mm. En jij bleef een beetje achter. Mm. Wat was voor jou het moment dan dat jij ook meeging in die hele wave? Mm. Nou, ik denk dat ik sowieso nog niet echt per se daar ben op dit moment nog steeds niet eigenlijk. Je, je gaat nog ja. Per, ja. Per hard. Ik denk dat ik nog wel veel dingen uh, wil behalen die ik nog niet heb behaald, ja. die anderen bijvoorbeeld wel hebben behaald. Maar niet voor... per se dat ik het wil doen omdat hun het hebben gedaan, maar omdat ik ja, het gewoon ja. zelf graag wil behalen. Maar destijds um, voor die situatie, zeg maar, kijk, dit is hoe ja. het nu, uh, ja. na tien jaar, maar gewoon toen. Zeg maar, wat was voor jou het moment dat je dacht van eh, hey, volgens mij, ik zie het, het begint? Um, ik denk gewoon toen ik aan mijn tweede album ging werken. En dat vond ik gewoon mijn beste shit tot nu toe, zeg maar. Dat, 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 dat ging ook gewoon heel goed. Yeah. En ik had heel veel goede reacties en ik was gewoon echt blij mee. Nachtverlinder, toch? Ja. Ja, ja, ja. En ik had echt um, het gevoel van, oké, okay, dit is nu echt het beste wat ik tot nu toe heb gedaan. En dat kan echt hangen met alles wat nu is uitgekomen, zeg maar. Ja, ja. Dus dat was, dat was wel een moment van mij. Ik dacht van, oké, okay, ja, maar ik ben daar, zeg maar. Ja, man. Maar wat, wat is gebeurd? Of misschien heb ik het gemist of zo. Want je had, ik dacht, nachtvlinders volgens mij is dat wel nog steeds zo, ja. zeg maar vlinden is je hele brand gewoon, in plaats van alleen die album, ja. maar alleen die brand. Dus uh, toen die album uitkwam, weet ja. je ook hoe die en ja. dat soort dingen. Ja. Maar ik dacht, je gaat het doorzetten. Zeg ja. maar, die Vlinde-ding wordt gewoon. Dat wordt jij gewoon. Ja. Ja. Nee, <laughs> niet dus. Nee, ik ga het wel weer uh, wel doen weer. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Want je zit, je bent ook bezig met de album. Ja, ja. ja. <laughs> ik wil wel weer dat beetje die periode, omdat ik nu afgelopen tijd wat heel andere muziek op ik heb uitgepast van maar wil ik dat weer een beetje terugbrengen. Uh... Daar ben ik nu gewoon mee bezig. We hebben hier uh, samen met Basic Fit hebben we eigenlijk uh, get comfortable. Ja. En wat we daarmee zeggen is dat uh, aan het begin moet je eerst een beetje ongemakkelijk voelen waar groei zit. Eigenlijk. Ja, ze ja, nou, zijn het situaties, dan maak je een nieuwe stap. Maar ja. je weet omdat alles nieuw is, ja. dan ga je, je zit niet lekker in je vel, nee. zeg maar. Dat heb, dat heb ik de afgelopen tijd gehad. Ja? Ja. En, maar hoe uh, Schets die situatie dan, zeg maar. Met wat heb je het gehad? Nou, omdat ik zeg maar, uh, ik drink nu niet meer. sinds yeah. januari niet meer en ik ook gestopt met smoken en zo al twee jaar. Zal dat naar jou? Ja, thanks. <laughs> en uh, maar dan, ja, ik deed natuurlijk wel af en toe gewoon wat gekke dingen of zo, grappige dingen en bla bla. En uh, op een gegeven moment ben je dan bang van, oké, okay, als ik dat niet meer doe, dan gaan mensen me nog wel. Loeven om wie ik ben, zeg maar. Ja, ja, ja. Um, en dat vond ik in het begin wel lastig um, om op plekken te zijn en dat... ...mensen gewoon altijd van jou verwachten van oké, okay, je bent altijd gewoon de grappige, gekke Sam, zeg maar. En dat ben je dan even niet meer of zo, zeg maar. Ja, ja, ja. En dat vond ik wel uh, ja, lastig op, op zijn tijd. Ja. Maar dit ook weer. Uh, ik begon natuurlijk de zin met ik durf anders te zijn. Dit is ja. eigenlijk ook weer een situatie van dat je weer besluit of van ja. nee man ik, dit is gewoon wie ik ben ja. nu op dit moment en ja ik kan die party samp zijn ja. maar dat voel ik gewoon niet dus ik ga voor de, ja, deze precies. Weg, zeg maar. ja precies ja het is gewoon zeg maar verandering is altijd ja. is altijd lastig ja man alleen wel wat ik wel had, is gewoon van ja ik heb gewoon altijd wel gedronken ik ben altijd wel een beetje gaan feesten en bla, bla dat is gewoon wel al sinds het begin van mijn carrière is zo geweest ja dus dan als je dat opeens na twaalf jaar zo tien jaar niet doet dan Is dat wel extra, want je denkt gewoon van ja, 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 ja. Heb ik in mijn carrière ook deels omdat ik die persoon ben of was? Ja, man. Ben nog steeds wel, maar. Het is een onderdeel ja, van Ja, precies. Zeg maar. Dus dat, ja, dat ja. Ja, man. Maar ja, samen met Basic Fit zeggen we dus wel van: dit is die ongemakkelijke fase. Mm -hmm. Alleen hoe langer je het doet en, waar, en dat je er ook echt achter staat, ja. op een gegeven moment word je, ga je het killen en dan. Word je veel zelfverzekerder ja, over. Zeker. En dan is die hele ongemakkelijke situatie mm -hmm. is eigenlijk helemaal weg. Ja. Um, en jij hebt dat ook, omdat je nu gewoon veel aan het gym bent ja. en dat soort dingen. Maar hoe was, wat dit, dit, had, dit had ik dus. Uh, op een gegeven moment zit je in die sportschool, eerste ja. keer. Je hebt het gevoel, iedereen kijkt je aan. Ja. Je kijkt naar dumbbells, shoulder ja. press, maar je denkt ook niet. Hoe ja. was jouw eerste keer in de gym? Ja, whack. <laughs> ik dacht echt van, wat doe ik hier? Ik hoor je niet. Dit is niet van mij, zeg maar. Ik mensen spieren allemaal dingen doen en ik heb het ook wel ik heb het ik ben ik heb het zeg maar vaker geprobeerd dus ik heb wel ik had ook een beetje bij Busy Fit en toen, en toen ging ik even en toen dacht ik van nee dit is, dit is niks voor mij zeg maar en, ja, toen, ja. en dat heb ik misschien wel een paar keer gehad Toen ik op een gegeven moment gewoon zoiets had van oké okay, ik wil nu echt gaan sporten en toen begon ik eigenlijk gewoon met heel veel cardio te doen want ik eigenlijk wilde, ik wilde afvallen dus begon ik gewoon dat te doen en toen begon ik dat leuk te vinden en toen op een gegeven moment ging ik een beetje Gewicht erbij doen. En eigenlijk dat ging ik gewoon. Even... Klinkt leeg, maar ik ging gewoon heel veel dingen leren van TikTok. Ja, ik hoor je. <laughs> ik ook. Ik ging gewoon dingen leren ik van. Oké, hoe ga ik mijn biceps trainen? Okay, ja, even ja, ja. kijken. Ja. En gewoon zo. En op een gegeven moment zie je een beetje verandering, voel je jezelf, je lichaam veranderen. Je, je, je bent dat vaker daar, dus dan, en dan wordt het steeds leuker en leuker en leuker, leuker, zeg maar. En nu, ja, dan zit je En, er nu, ook is gewoon, en nu is gewoon gewoon deel van mijn leven, zeg ja, maar. Drie dagen achter ik aan die dan denk ik gewoon van, joh, waar ben ik mee bezig, zeg maar. Ja, man. En gewoon sowieso gewoon heel die lifestyle, dus ook gewoon met, met eten en, en dat soort... Ik let gewoon wel nu op, op heel veel... Ik ben gewoon bewuster van wat ik doe en wat ik naar, naar binnen krijg, zeg. Ja, man. Oké, okay, ik heb wat leuks voor je. Samen met Basic Fit mogen we een ja-abonnement weggeven. Wat moet je daarvoor doen? Twee dingen. Eén, abonneer je sowieso op dit kanaal. En als laatste, comment onder deze aflevering welke droom jij gaat waarmaken. En wie weet maak je kans. Boost your mood. Ik zie je in de gym. Het is tijd. We gaan fit worden. Ik vroeg het net nog van. Uh, heb je het gevoel gehad dat je ging knallen, zeg maar? Mm -hmm. En je zei nee, niet echt. Dat gaat nog komen. Ja. Hoe zie jij je toekomst voor je, zeg maar? Wat is jouw toekomst ook? Ja, ik wil gewoon zoveel mogelijk halen uit Bokkosam de artiest, zeg maar, en uit het brand, zeg maar, Bokkosam. Daar wil ik gewoon veel meer nog uit, uit halen. Nachtvlinder. Ehm... Nacht <laughs> dat is voor mij denk ik wel het belangrijkste en daarnaast wil ik ook gewoon nog andere dingen ondernemen die ik gewoon die, uh, die me leuk lijken om te doen zeg maar veel meer kijken van oké okay, wat kan ik nog meer naast muziek maken ja, ja. hoe je ondernemer zegt en dit komt dat was covid toch op een gegeven moment ja. lang geleden toen had je die chicken uh, ding, ja toch? ik had een barbecuestraat ja, heb je maar... nog steeds nee, of? Man, oh, nee okay. man nee man helaas wat... het was uh, het was gewoon uiteindelijk dus hoor ik heb toch wel meer gezegd dan ik had verwacht. <laughs> ja, ja, ja. heb, heb je het geromantiseerd? Ja, 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 ja. Zeker, zeker, wat, zeker. Maar wat, zeker. wat, wat, wat kan erbij dan? Um, ja, gewoon echt heel en, en vooral barbecue. Het is, gewoon, het is gewoon een chaos, zeg maar. Gewoon, je moet voordat je open bent de avond ervoor moet iemand al alles ja. marineren. Daar, daarvoor moet iedereen, iedereen ging ook nog een soort van het, 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 het heel langzaam op de barbecue doen, zeg maar. Dus Dat ja, moet ja, nog ja, ja. zes uur van tevoren al daar zijn ja, en ja. alles doen voor een langer zelfs. Het was wel lekker. Ik heb een paar gehad. Het was, wel het was. lekker. Ik, ik, zeg, nou, ik, zeg, ik wil niet zo zeggen, maar ik, zeg, ik vond het ook heel lekker. Yeah. Alleen, het was gewoon... Veel gezeik en um, ik had ook gewoon te weinig tijd. En ik denk als je zoiets doet moet je er ook zelf wel heel veel kunnen staan. Yeah. Um, en op een gegeven moment, dat lukte mij niet echt meer. En dat wilde ik ook eigenlijk echt niet echt meer. Yeah. Um, dus op een gegeven moment heb ik gewoon uh, verkozen om het weg te doen. Mm -hmm. Alleen, het was wel een uh, ja, leuke ervaring. Hoe was ik, heb, die, ik heb geleerd uh... wat ik wel wil en wat ik ook echt niet wil. En wat is dat dan? Ik wil geen barbecuezaak meer. <laughs> <Okay>. <laughs> misschien, uh, ik, ik zou het wel willen, maar dan zeg maar later. Als ik dus zeg maar wat ouder ben. Yeah. En uh, misschien maak ik nog wel muziek, maar niet meer zo, 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 zo mag zeg maar. Uh -huh. Dan zou ik het wel willen doen en dan gewoon daar zelf staan Wat ja, 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 ja. je, lijkt je me... vaak ziet ook eigenlijk. Ja, precies. En dat dat lijkt me leuk. Me. En ja. dan weet ik veel uh, met, met mijn familie doen, en zeg maar. Dat lijkt me heel leuk. Alleen dat, dat is op dit moment, is dat, gewoon, pas dat niet bij mijn leven, zeg maar. Ja. Als je... Uh, want je weet ook wel wat je wilt. Ja. Ik vraag me af, zeg maar. Kijk, jullie waren die nieuw, Wave, toch? Ja. Dus je hebt nu Frenna is aan het kicken, jij ja. bent aan het kicken, Leuk Klein. Nou, ga zo ja. uh, maar ja. door. Dan heb je die nieuwe lichting die komt. Ja. Adif Samski, mm -hmm. uh, ICSB, mm -hmm. ga zo maar door. Mm -hmm. Maar die nieuwe lichting is best wel is niet zo heel veel, zeg maar. Ben je het daarmee eens? Of... Um... Nee, ik ben het niet meer, per se mee eens eigenlijk. Het is heel, het is juist meer, veel meer. Ja. Ja. Maar die nu ook gewoon gevestigd zijn, hè? Dat misschien wat minder. Maar ik denk dat het, dat het nu er zijn heel veel rappers nu echt, echt. er zijn ja, ja, ja. heel veel mensen die muziek maken, Omdat het gewoon ze hebben gezien dat het kan. Het is ja, daar nu, denk ik het denk, denk het dat het makkelijker. Ja. Um, maar ik denk dat er best wel, ik denk dat er altijd zeg maar kijk, ik denk dat het toen was van, oké, okay, er was een groep. En dat ja. was die lichting. En dan was er misschien nog... Ik heb het goed liefde en SBMG, zeg maar. Maar dat was dus wel één package, zeg maar. Het is nu veel meer verspreid, zeg maar. toen je aan het zijn er gewoon best wel veel, eigenlijk. Nieuwe ja. guys. Heb je dan als je... Die hem gaan. Ja, als je, als je dan dit... Als er heel veel nieuwe guys zijn. Hmm. Zit je dan wel eens bij jezelf dat je denkt van... Dit kan ooit op een dag dan klaar zijn, zeg maar. Um, dus zijn die... Gedaan. Ja, alles kan op een dag wel klaar zijn. Maar dat is niet per se omdat, ik, omdat er heel veel ik denk dat ik wel gewoon van mezelf gekeerd dat BoekeSlam gewoon boekelslam is zeg Ja, de Kan niet een nieuwe opstaan of zo zeg maar. En ook als ik bijvoorbeeld weet ik van naar iemand als een artje kijkt of zo, die ook al wat ouder is zeg maar, die nog steeds gewoon zijn ding doet en blijft gaan zeg maar dat. Artje zou ik ook hier graag willen hebben trouwens. Ja, zit ook bij rood. gaat hij ook. Ook rood Ja. Oké, Maar daar praat ik ook wel af en toe mee zeg maar hoe is Adje is volgens, volgens mij echt, van wat ik van wat ik zie van mm -hmm. hem, hij, hij lijkt me echt een wijze man man. Ja man, en hij is gewoon heel, hij is de rust hemzelf. Uh, ja, ja 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 Hij is gewoon heel relaxed. Ja. En ik vind het gewoon altijd zeg maar van ja, het is gewoon sowieso, sowieso altijd leuk om gewoon met collega artiesten te praten over de scene of over live of whatever zeg maar en ja. vooral met, ik praat ook wel vaak met Wiva en met andere artiesten zeg maar die die wat langer inzitten, naar wie ik dan weer opkeek zeg maar. Ja. Um, en het is gewoon mooi om te zien dat iedereen gewoon bezig blijft en dan iedereen ook wel weer op een andere manier ik weet even wel, een Glen Varia dat is ook nu gewoon nog bezig in muziek mm -hmm. uh, ook, schrijft ook voor heel veel, voor heel veel mensen en, en dingen zeg maar dus het, ik vind dat gewoon ik denk gewoon van als je als je het echt wil links of rechtsom, zeg maar kan, ga je er altijd wel in, 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 kan het in ja je gaat altijd wel in, in die scene kunnen blijven zeg maar het is dat, gewoon niet misschien als hoe het was maar wel gaat wel je ding kunnen vinden en dat is al dat is gewoon veel waard denk ik wat zijn de dingen die die uh, ja, wat oudere lichting aan je meegeeft zeg maar? Zo, uh, so. ja, ik kan niet specifiek één ding noemen, maar ik weet wel zeg maar van toen ik echt nog jong was dat werd ik van je vertegenwoordigd zo me echt omarmde en gewoon altijd gewoon zei van oké, okay, je moet gewoon je eigen ding doen en ook wat iedereen zegt zeg maar. Ja. Wat, wat ik toen deed was zeg maar uh, niet, werd niet als hip hop gezien zeg maar. Uh -huh. Dus uh, maar dat vonden hun juist hard. Ja, en, omdat hun misschien ook zo Ja, precies. En gewoon dat het gewoon altijd goed is om anders te zijn, zeg maar. Ja. We gaan uh, richting einde en ik wil dit nog even zeggen. Besef je dat je al twaalf jaar dit nog steeds bent? Ja. Ja, dat is. Dus insane, hè? Dat is eigenlijk wel crazy, ja. ja. Ik had het hier laatst met iemand over. Toen zei ik het ook, toen besef ik ook eens: oh ja, het is wel lang. Ja, man. Je moet, stel je, je die 12 jaar is een kind, dan zit je volgens mij nu op de middelbare school. Zo. Ja. Weet je, weet je grootjes 10. Dan ja, je. Ook wel door. ja maar, dat is toch crazy, zeg maar. Ja. Hoe uh, uh, uiteindelijk gaan we een show maken over vijf jaar later? Ja. Over welke Bokusam zit ik dan? Ja, ik vind dat altijd wel een beetje moeilijk om te zeggen. Want Ik weet niet hoe ik dan in leven zal staan, zeg maar. Oké, okay, laat me iets maar, concreter zijn. Welke, welke dromen hoop je te laten lukken? Als ik je weer uh, mag interviewen. Ja, wat ik nu gewoon heel graag wil, is gewoon uh, een, uh, een hele grote zaal uitverkopen, zeg maar. Dat uh, lijkt me heel vet. Ja, en wat uh, is voor jou groot? Um, ja, een Bijvoorbeeld, dat. Uh, ja. En ik moet ook wat, wat dat. leer ik over van Rodi. Ik moet gewoon wat meer dat gewoon durven te zeggen. Zeg maar. Oké, okay, ja, ik, ik ga dat doen. Zeg, zeg maar. het. Kijk die cam ja. in over vijf jaar, binnen vijf jaar, Siggo Dome uitverkopen en een nummer in album. Weet je hoe hard het is als dit dan zo... Dat, bro, je hebt het nu gewoon gezegd, hè? Zeg maar, mensen van Siggo nu, weten nu ook al van, mm -hmm. oké, okay. we gaan die man in de gaten houden. Ja. En daarom zeg ik altijd, je moet je dromen uitspreken. Ja, klopt. Maar dan weten mensen ja. van je droom, zeg maar. Ja. En misschien niet iedereen fokt ermee, je weet toch. Sommige mensen die, die, ja, vinden, die denken alleen maar van, kijk die keel. Ja, precies. <laughs> maar maar, zijn ook heel... maar ik, heb, ik heb wel geleerd de laatste oké okay, dat ik het wel vaker moet doen, want dan gebeurt het ook. Ja, man. Meer, zeg maar. yeah, 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 yeah. Ik weet niet of dat echt zo is, maar. Yeah. Ja, speaking wel. things into existence. Ja, zeg maar, maar en, en het doen ook, zeg maar. Ja, precies wel het doen. Ja. Niet ja. Dat ik zeg precies. Ja, wel, ja precies. Ja. Gewoon gezegd hebben en ik denk ik. Ja, ja. ja. ja, ja zeg chillen. maar. Als je het zegt, ja, en ja. je doet niks, mm. ja, dan gebeurt er ook helemaal niks. Maar als je denkt, van ja, man, je zegt het en je, gaat, en je maakt een stappenplan hoe je daar komt. Ja dan geloof ik er echt in dat je heel veel kan laten lukken. Mm -hmm. En uh, de bal terugkaatsen. Jij over vijf jaar dan? Uh, vijf jaar, vijf jaar, vijf jaar. Ik, ik hoop gewoon dat we... Vijf jaar is lang op zich. Dus ja. ik hoop dat we in Nederland... Een, een, dat dit gewoon een, een, uh, een begrip is, zeg maar. Dus ja. dat, dat de grootste gasten, zoals jij en iedereen eigenlijk... die gewoon langs is geweest... Um, weten van, als er een plek is waar ik... Uh, mezelf kan uitleggen, dan is live de plek. En als ik ook verder wil dromen. Mm -hmm. Kijk, die gast is tof en ik vind het hartstikke nice om ve veel verhalen van iemand te horen. Want ik ken je van het internet, mm -hmm. zeg maar. En ik heb af en toe een podcast met je geschoten, dat soort dingen. Maar ik ken je nog niet op deze manier, mm -hmm. zeg maar. Dus elke keer na de show, zie ik ook, kijk ik ook heel anders yeah. naar die personen, zeg maar. En voor mij zit het hem voornamelijk in. Het, het, het dromen uit laten spreken, letterlijk wat mm -hmm. jij net hebt gedaan. Als ik vijf jaar later zie <laughs> dat het is gelukt, bro, dan dat is livestream. Ja. En dus dat hele vijf jaar later en zo. Ik wil gewoon allemaal dromen laten lukken met mensen die hier lang zijn geweest. Hele torie, maar dit is het. <laughs> dat is mooi. Uiteindelijk achter het succes zitten ook mensen. Mm. Um, samen met Griet zeggen we altijd van. Wie is de vergeten persoon die eigenlijk een kaartje wil sturen? Mm -hmm. Want allemaal leuk en aardig. Je hebt net al een paar namen genoemd. Oh, ja. die waren belangrijk voor mij. Die waren belangrijk voor mij. Mm -hmm. Maar wie zou jij een kaartje willen sturen die, uh, die eigenlijk aan de Bokusam 12 jaar heeft geholpen. En die ook echt een ja, belangrijke factor is geweest erin? Ik denk uh, negatief, man. Ja? Ja. Hoezo? Met. Um, ik, voor ik ooit getekend was, zat ik bij Nindo, zeg maar. Dat was. Was ook een soort van Leo maar ik zei, niet, lang geleden. Was niet echt getekend. En, um, ja, ik spreek hem gewoon nooit meer. Um, met een reden? Of? Nee, niet echt per se met een reden. Gewoon, hij doet iets heel anders, zeg maar. En uh, hij heeft gewoon een beetje afstand genomen van muziek en alles daaromheen, zeg maar. Het is gewoon zo gelopen. Ja. Zeg maar. ja. En, um, maar, ja. Hij heeft me wel een soort van, uh, als eerste soort van die kans gegeven om dat te, dat te doen. Dus, ja. uh, en wat zou je zeggen? Thanks. Goedjes, boekusam <laughs> Nee, gewoon... Um... Ja, gewoon waardering, toch? Ja, gewoon, gewoon dat, een... ik, dat ik het waardeer wat ja, hij voor man. me heeft gedaan. Dat hij me een beetje onderzo onderzoek yeah. heeft genomen. En, um, en, en dat, dat, dat hij gewoon een uh, legend is yeah. in de scene. Laten we het kaartje sturen. Negative, je hoort het. Je bent een legend in een game. We voegen een nummer van Bocusem toe. Met natuurlijk een frisse foto. Kijk het. Nee, toch die ander. Oké okay, dan. Live streamen, En dit is hem. En weer terug naar de aflevering. hey Samuel, ik Boekesam, dankjewel. Jij bedankt wel. Ik heb uh, thanks. Dit bedoelde ik dus van ik heb nu ook zeg maar ik wou deze episode waar ik voornamelijk ja. hebben over persoonlijke groei, omdat je mm -hmm. naar mij weten zeg maar echt door uh, feesten, dit dat mm -hmm. dat naar nu gewoon van hoor, oh, ik heb meer rust en ik ja. heb volgens mij is je pad gewoon wat helderder zeg maar. Ja. Ja. En uh, dankjewel voor het voor delen van het verhaal hier en ik ja. zie je over vijf jaar ziekeldoem. Ik zie dat. <laughs> 100. Thanks man, ik vond het ook echt uh, leuk. Yes, we zijn aangekomen bij de droomversnelling. Elke gast springt op de home trainer en moet in één minuut zo ver mogelijk richting zijn dromen fietsen. Maar ben je ready? Let's go! Wat googelen mensen het meest over je? Weet uh, Wat is het meest gestreamde tune? Metro. Uh, ho hoeveel platinum singles heb je gehad? Geen idee. Welk jaar was New Wave? Nee. Beschrijf, beschrijf je muziek in één woord. Nog 30 seconden, let's get it. Uh, wat is je favoriete poekko? Uh, mijn schoot. Nee, ik weet. Uh, favoriet Gane Ganees eten. Uh, je bent erbij. Ja, fufu. Let's get it. Uh, hoeveel maandelijkse luisteraars heb je? 7 ton. 8. Hey. Oh Jouw ja. album komt eraan, wat kunnen we verwachten? Mooie muziek. Ai, nog 5, 4, 3, 2. Dat is kidding. Het is 400 meter. Hopelijk heb je wat inspiratie opgedaan om van je eigen droom een werkelijkheid te maken. Wij hebben ook een droom en dat is dit jaar 10k subs halen voor 2025. Hopelijk help je daarbij, dus abonneer je op dit kanaal. Dromen zijn er ook om te delen, want dan raken weer andere mensen geïnspireerd zodat hun ook weer van hun dromen werkelijkheid gaan maken. Volgende week zit ik hier weer met een nieuwe gast en praten we weer over het waarmaken van dromen. En in die tussentijd maak van je eigen dromen werkelijkheid.